Maar vandaag willen we in editie eindelijk eens de alfa's aandacht geven, voor het eerst. En we willen dus eigenlijk kijken naar een tak van wetenschap waar wij beta's misschien wel niet zoveel over nadenken. Misschien weten we nauwelijks van hun bestaan of herkennen we ze nauwelijks als wetenschap. En je hebt vast onze posters gezien met provocerende stellingen. Alleen beta-wetenschap is echte wetenschap. Nou, dat gaan we vandaag onderzoeken of dat zo is of niet. We hebben misschien sinds de middelbare school veel beta's, hebben niet zoveel meer van alfa's gehoord. En vandaag gaan we dat zeker wel doen. We hebben drie fantastische gasten. En we hebben drie blokken waarin we een aantal deelonderwerpen over alfa's en beta's gaan bespreken. En u vindt die ook op de flyer. En die flyers die liggen overal en worden ook nog wel uitgedeeld. Ik zeg even kort wat we gaan doen. We gaan eerst kennis maken met alfa's. Wat het eigenlijk zijn, wat ze doen. En in de tweede 20 minuten gaan we bespreken wat voor een samenwerking er nu al is. En hoe die verloopt en wat daar beter aan kan. En vervolgens gaan we ook nog even kijken naar de organisatie en naar onderwijs. Dus we hebben hier beta gamma op deze faculteit, maar zou er ook beta alfa moeten komen? Ik stel de gasten aan u voor. Als eerste zijn we heel blij hier te gast hebben Frank van Vree. Welkom meneer van Vree. U bent historicus van oorsprong, mediawetenschapper. En sinds kort decaan van de faculteit der geesteswetenschappen. En dan moet u nu een aantal pijnlijke bezuinigingen doorvoeren, maar misschien valt dat ook wel weer mee. In zijn algemeenheid wordt er wel gezegd dat er soms door sommigen dat het crisis is in de geesteswetenschappen. En dat gaan we vandaag misschien proberen te ontkrachten. De vraag is hoeveel je met natuurwetenschap kunt samenwerken. Maar ik heb eigenlijk eerst een beetje een vraag voor u. Want we hebben het aangekondigd als alfa's en beta's. U bent decaan van de geesteswetenschappen. U hoort ook wel het woord humaniora. En wat bent u nou eigenlijk? Bent u eerste der humanisten of bent u alfaman der alfamannen? Die naamgeving is sowieso wel ingewikkeld, omdat die uit verschillende tradities stamt. De humaniora zijn inderdaad de geesteswetenschappen. Geesteswetenschappen is een Duitse term. Het wordt eigenlijk nog niet zo verschrikkelijk lang in Nederland gebruikt. In het Engels heet het humanities en daar worden soms zelfs de sociale wetenschappen toe gerekend. Maar even een hele mooie omschrijving. Geesteswetenschappen houden zich bezig met de producten van de menselijke geest. Dus dat is kunst, literatuur, theater, maar ook taal, filosofie, klassieke talen, noem maar op. Dank u wel. Dan Rens Bot. Rens Bot was de eerste die wij benaderden voor deze Better Break. Omdat hij onder andere een heel interessant boek heeft geschreven. De Vergeten Wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora. Daar hebben we dat woord. Maar hij is van oorsprong ook natuurkundige. En heeft toen in Italië een opleiding in de letteren genoten. En uiteindelijk is hij zich gaan richten op kunstmatige intelligentie. En computational taalkunde eigenlijk. En ik vroeg mij af. Er was hier gisteren op de faculteit Jan Terlouw te gast. Politicus, schrijver, maar van oorsprong ook natuurkundige. En hij zei heel grappig, ik ben eigenlijk altijd toch wel natuurkundige gebleven van binnen. En ik vroeg mij af, hoe is dat voor u? Ja, je komt er nooit vanaf, van die reputatie. Als ik gevraagd word, ben je nou ook een alfa en een beta? En dan zeg ik, nou, ik heb beide gestudeerd, dus ik ben echt allebei. En dan zeg je, wat heb je dan als eerste gestudeerd? Ja, natuurkunde in Utrecht. Oh, dan ben je toch een beta. Ja. Ja, ik denk wel dat het klopt, dat ook als je mijn boek leest, dat ik een soort beta-invalshoek heb op die alfa-wetenschappen. Dus ik zoek naar de zoektocht, naar patronen die alfa-wetenschappers door de eeuwen heen hebben verricht. Maar er bestaat ook zo'n invalshoek en dat is dus fascinerend. Ja. Dat is, ja. En omgekeerd bestaat er eigenlijk ook een alfa-invalshoek op de beta-vakken. Ja. Maar dat zullen we denk ik later over hebben. Ja, zeker. Tegenwoordig bent u zegt wel eens overdag programmeur, 's avonds historicus. Ik heb een keer gezegd, overdag ben ik een beta, 's avonds een alfa. En dat klopt wel een beetje. Ja. Okay, ja. Goed. En onze laatste gast is Hans Radder. Ook hij is opgeleid als natuurkundige oorspronkelijk en is nu wetenschapsfilosoof. Hij hield zich eerst bezig met de kwantummechanica, maar ook steeds meer met wetenschapsbeleid als filosoof. En hoe het wetenschapsbedrijf werkt. En daarin heeft hij het laatste jaar veel bijval gekregen, misschien wel met de Science in Transition beweging. Maar u bent zelf voorman van Hervorming Nederlandse Universiteiten. Ook al zo'n platform. Ik vraag me wel eens af, er zijn dus blijkbaar vrij veel beta's die later een beetje alfa worden. Heeft u de indruk dat het ook wel eens andersom gebeurt? Dat een filosoof later natuurkunde gaat doen?
Nou, daar ken ik niet veel voorbeelden van. Dat is lastig. Hè? Kijk, aan de beta-kant heb je vaak toch allerlei... de ambachtelijke kant met techniekjes, het oplossen van differentiaalvergelijkingen. En dat kan je toch beter jong leren. Als je met 45 dat nog moet leren, wordt moeilijk. Ja, dank u wel. Goed. Mag ik dan daar direct iets op zeggen? Want kijk, het hangt natuurlijk een beetje af hoe je beta definieert. Want als je het hebt, als je bijvoorbeeld cognitiewetenschappen neemt, dan zie je dus wel degelijk een aantal alfa's, bijvoorbeeld uit de muziekwetenschap, uit de taalwetenschap, die echt zich de laatste 10, 15 jaar heel sterk hebben geheroriënteerd in meer de biologie en de neurowetenschappen, is dat beta, die grenzen vervagen. Dat is misschien al direct een statement. Dat zijn de dingen waar we het zeker veel over gaan hebben zometeen. Goed, de toon is gezet. U bent zeker uitgenodigd om te reageren, om vragen te stellen, opmerkingen te maken. Meld u dan hier bij Martine. De aangewezen ruimte daarvoor, de tijd daarvoor, is aan het einde van elk van de drie blokjes die we hebben. Maar je kunt je eventueel ook al eerder melden. Zij geeft u het woord en neemt het ook weer af als u te lang van stof bent. Dus hou het kort en puntig. Rest mij nog ons voor te stellen. Mijn naam is Ramon Krijgton. Ik ben zelf natuurkundige en voorzitter van de Beta Break Commissie. En hier is Sjank ten Hage, beta-gammaer, gespecialiseerd in de geschiedenis van de natuurkunde. En hij gaat nu het eerste blokje inleiden. Sjank, ga je gang. Dankjewel Ramon voor deze introductie. Ik hoorde net al Frank van Vree de voorbeelden noemen over de laatste 15 jaar waarin beta en alfa weer meer naar elkaar toekomen. Toch is het zo, ook in de voorbereiding op dit debat en in de promotie hiervoor, dat we het steeds hebben gehad over alfa en beta. En ik zou daarom eigenlijk de vraag willen stellen aan Rens Bot. Vanuit het idee dat als ik terugdenk aan de allereerste wetenschappers, pak hem Leonardo da Vinci of de Grieken, die hadden het daar helemaal niet over alfa en beta. Dus ik vroeg me af wanneer die scheiding eigenlijk is ontstaan. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik denk dat we ons dan even moeten beperken tot de westerse wereld, Europa, in het bijzonder. Want de scheiding bestond ook niet in China, ook niet in India. Maar als je kijkt naar Europa in het bijzonder, dan zie je dat die scheiding pas zo'n beetje in de loop van de 19e eeuw ontstaat. Dus mensen als beroemde natuurwetenschappers als Galileo, Kepler, Newton, dat waren eigenlijk zowel wat we tegenwoordig noemen beta's als alfa's. Ze hielden zich bezig met de studie van natuur, maar ook de studie van muziek, de studie van oude teksten, het waren eigenlijk ook historici, fascinerend genoeg, en ook nog vaak de studie van kunst. In de 19e eeuw, en vooral na die enorme Newtoniaanse omwenteling, zien we dat er een soort bewustwording ontstaat dat de hele natuur te vatten zou zijn in formules, in prachtige vergelijkingen, terwijl dat veel minder geldt, niet helemaal geldt, maar veel minder geldt voor de producten van de menselijke geest, waar dus zeg maar tegenwoordig die geesteswetenschappen zich bezig houden. En dan zien we in de 19e eeuw echt een splitsing ontstaan van die typische alfawetenschappen die zich vooral bezighouden met, dat beweren ze, die zich vooral willen bezighouden met interpretatie, de hermeneutiek, de hermeneutische traditie, zoals die ook wel wordt genoemd, interpreteren, terwijl de natuurwetenschappen zich toch vooral bezig willen houden met het zoeken naar het wetmatige, dingen in formules vastleggen. Dat zie je in de 19e eeuw ontstaan. En vooral aan het eind van de 19e eeuw groeiden die twee tradities vrijwel totaal uit elkaar. Zo sterk zelfs dat ze ook afzonderlijke namen krijgen. Geesteswetenschappen, zo'n rond 1880, krijgt dan echt de ingang. En natuurwetenschappen, wat daarvoor nog natuurfilosofie heette, krijgt dan ook een echte traditie in eigen faculteiten en dergelijke. Toch is het zo, en dat blijft fascinerend, dat ook altijd die natuurwetenschappen zich natuurlijk hebben bezighouden met interpretatie. Je kan niet zonder interpretatie. Denk bijvoorbeeld tegenwoordig nog aan het antropisch principe in de sterrenkunde. Dat er een soort verband zou zijn tussen mens en heelal. Dat is heel fascinerend. En geesteswetenschappers kunnen echt niet zonder het zoeken naar het wetmatige. Zonder het zoeken naar bepaalde patronen in de geschiedenis, in taal, in muziek. Maar ze houden zich inderdaad heel veel bezig met interpretatie. Klopt. Dus daar zie je eigenlijk zo'n uiteengroeien. Nou is het wel weer zo dat in de afgelopen 40 jaar, ook met de introductie van grote ICT-mogelijkheden, ze weer naar elkaar toe groeien. Maar dat is een ander verhaal. Okay, je vroeg, hoe zijn ze uit elkaar gegroeid? Nou, dat is het, wordt gezegd. En Frank van Vree, hoe zou u de huidige situatie omschrijven als we het hebben over alfa en beta? Nou, het sluit eigenlijk heel erg aan bij wat Rens Bot zegt. Kijk, ik denk dat als je de situatie nu bekijkt in de geesteswetenschappen, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat niet één domein is. Dat je het eigenlijk moet zien als een heel breed domein met een enorme variëteit aan benaderingen, aan methoden. En dat wordt eigenlijk alleen maar meer. Het wordt steeds gevarieerder qua methodiek, qua benadering. En je kunt eigenlijk zeggen dat aan de ene kant staat de hermeneutische methode, zeg maar het bijna zich op individuele objecten richtende vormen van kennis, waar het echt alleen maar gaat over interpretatie. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zie je dat het eigenlijk helemaal vloeiend doorloopt
via de sociale wetenschappen, die natuurlijk ook op zoeken naar wetmatigheden, naar inderdaad de natuurwetenschappen, dat het echt een scala van methoden en benaderingen is die inderdaad, zeker op het gebied van, als het gaat over cognitie en dergelijke, moeiteloos overloopt in het hele beta-domein. En in die zin denk ik dat de situatie die Rens Bot beschreef, die in de 19e eeuw ontstaat, dat we eigenlijk sinds een jaar of 20, 30 eigenlijk weer de andere kant op bewegen. De wereld van, zoals Snow, dat is een beroemd boek uit de jaren 50, een Britse schrijver en wetenschapper die boek schreef, en het heette Two Cultures. Het gaat over de wereld van kunst en literatuur en van de geesteswetenschappen die in lijnrecht staat tegenover de natuurwetenschappen. Mm-hmm. Nou, dat we eigenlijk dat eigenlijk niet meer de realiteit is. Gelukkig. Het is een halve eeuw geleden, maar we zijn een stuk verder. En wat ik me dan wel afvraag, en dat wil ik eigenlijk aan meneer Radder vragen. Is het dan zo dat je wel zou kunnen zeggen dat alfa en beta, geesteswetenschappen en natuurwetenschappen hetzelfde doel hebben? Dat ze wat? Dat ze hetzelfde doel hebben. Of zijn er misschien toch verschillen daarin te vinden? Ja, dat is maar als je heel abstract gaat, dan kan je altijd hetzelfde doel. Maar als je wat preciezer gaat kijken, niet. Kijk, ik kan er iets over zeggen. Dus ik ben het met mijn medepanelist eens, inderdaad. Als je empirisch gaat kijken naar wat voor soort wetenschappen we nu hebben, dan is alfa, beta, dat is 19e eeuws. Het moest mij denken aan mijn tijd op het gymnasium, een 19e eeuwse constructie. We hebben cognitieve wetenschappen, mens- en cultuurwetenschappen, dat is allemaal al genoemd. Digital humanities. Precies, dus wat ik zou zeggen, in empirische zin is het niks, dat alfa, beta, alfa-beta tegenstelling. Maar, en nu kom ik in conceptuele zin wel. En ja. Ik denk hier, en wat is daar het belang? En dan heb ik het toch weer over die interpretatie. En dat gaat ook over het doel of de methode. Kijk, als je mensen bestudeert of menselijke uitingen, dan heb je wat men noemt een dubbele hermeneutiek. Er zijn twee soorten interpretaties. De wetenschappers zelf die interpreteren, maar de mensen die je onderzoekt, die interpreteren ook. En dit levert twee gevolgen heeft dat. Het eerste is de vraag, welke interpretatie is juist? Het is niet zonder meer zo, ja, dat de wetenschappelijke interpretatie altijd het juiste is. De tweede is haast nog belangrijker. Die interpretatie van de onderzochte mensen, die kan gevolgen hebben voor de uitkomsten. Ik kan een voorbeeld geven wat ik recentelijk hoorde. Dat is dan uit de psychologie, maar ook een menswetenschap. Dat is het zogenaamde voet tussen de deur experiment. Dat betekent als je mensen vraagt om iets te doen, dat ze gauw toestemmen als je het vooraf laat gaan door een klein verzoek. Men belde mensen op en zei, wat voor schoonmaakproducten gebruikt u? Nou oké, de mensen aan de telefoon, een bepaald percentage wilde aan de telefoon blijven. Als tweede zei men, mogen wij van ons onderzoeksbureau dan bij u thuis een beetje komen kijken voor bijvoorbeeld anderhalf uur? Nou, dat is een groot verzoek. Het bleek dat als je eerst dat kleine verzoek doet, dan stemmen meer mensen in met het grote verzoek. Maar, het cruciale punt is dit. Dit onderzoek werd eerst gedaan in 1966. Toen stemde de helft van de mensen in met het grote verzoek. Als je nu dit onderzoek doet, dan is dat veel minder. Misschien 20% of nog minder. Wat betekent dit? Dat de onderzochte mensen zelf, die interpreteren de situatie. Die zeggen van, ja, daar heb ik niet zo'n zin in. Ik wil niet zomaar iedereen over de vloer hebben. En dat is het verschil. Elektronen, die doen die interpretatie niet. Die denken niet van, nou, deze onderzoeker, dit experiment, heb ik niet zo'n zin in. Daar doe ik niet aan mee. Ja. Dus ik denk, in conceptuele zin blijft dit een basisverschil tussen alfa en, of interpretatieve wetenschappen en andere. Meneer Bot, u kijkt een beetje moeilijk. Nou, ik ben het niet helemaal mee eens. Het is inderdaad, als je toch kijkt ook naar de natuurwetenschappen, dan is het ook zo dat als je eenmaal zeg maar, de positie van een elektron wil meten, dan beïnvloed je als het ware die positie al. Hè? Dat is bekend, hè? Denk aan de kwantummechanica. Dus in feite is die context die hier een rol speelt, die is natuurlijk wel groter in die alfa- en gamma-wetenschappen, maar die is eigenlijk toch net zo goed aanwezig in die beta-wetenschappen. Ik zie hier nog steeds een hele sterke continuïteit en eigenlijk nergens een radicale scheiding. Nee, want kijk, die beïnvloeding die heb je in die alfa-wetenschappen net zo goed. Bij die psychologische experimenten heb je net zo goed dat de onderzoeksleider die kan de mensen beïnvloeden door, weet ik veel, de temperatuur of hoe de dingen opgesteld staan. Maar dit idee van de dubbelhermeneutiek komt daar bovenop. En je hebt het dom, ja, tenzij je een heel rare natuuridee hebt dat elektronen ook een wil hebben, een interpretatie. Dit heb je domweg niet
Bij onderzoek wat geen mensen onderzoeken. Maar is dat zo? Is het niet... Ik ben een eenvoudige alfa. Nou hoor. Maar als je het interpretatie speelt natuurlijk ook wel degelijk ook een rol in natuurwetenschappen. Zeker. Zeker op het abstracte niveau hoe je uitkomsten die inderdaad op een andere manier worden verworven, daar kan ik wel in meegaan. Ja. Maar uiteindelijk is het toch de interpretatie en ook de originaliteit van wetenschappers zit hem ook in de interpretaties en niet in de... Als ik even zou samen mogen vatten. Ik hoor nu iets ontstaan, enige oneenigheid over het interpretatieve karakter van zowel alfa als beta. Ja. En eigenlijk hebben we daar ook een stelling voor bedacht van tevoren. En misschien is het wel leuk om die even te introduceren. Goed zo. Die luidt als volgt. De overeenkomsten tussen alfa en beta wetenschap zijn belangrijker dan de verschillen. Ze zijn namelijk allebei zowel interpretatief als empirisch van aard. En ik zou misschien nog een keer aan Rens Bot willen vragen om als eerste commentaar te geven op deze stelling. Om misschien toch ook die overeenkomsten nog eens te benadrukken. Ik, zoals je zult begrijpen, ben ik het zeker met die stelling eens. Ik ben het vooral eens met het idee dat... Kijk, natuurlijk heeft Hans Radde ook gelijk dat er een soort dubbele hermeneutiek in zit. Maar dat doet geen recht aan het feit natuurlijk dat wij mensen niet meer zijn dan hele complexe fysisch-chemische verschijnselen. Dus uiteindelijk ben ik een, wat je zou kunnen noemen, een ontologisch reductionist. Misschien geen epistemologisch reductionist, die ook nog gelooft dat je dat allemaal kunt reduceren. Dat is uw opvatting over wat mensen zijn? Oh ja, zeker. Natuurlijk. Ja. Uiteindelijk wel. Dus er is een continuïteit tussen natuurlijk de kleinste deeltjes tot aan hele complexe systemen als mensen. Tot aan de producten die mensen zelf weer voortbrengen. Ja. En dat wil niet zeggen dat we de producten van de menselijke geest, zoals een schilderij, alleen kunnen begrijpen als we die weten te reduceren naar de kwantummechanica. Absoluut niet. Maar dat betekent wel, je hebt wel degelijk zeg maar, een soort verklarende en autonome systemen van verklaring daartussenin. Maar het is wel zo dat er een continuïteit is. En die continuïteit zie je ook zo prachtig als je kijkt naar die wetenschappen zelf. Bijvoorbeeld zelf ben ik ook in die alfawetenschappen toch vooral gepokt en gemazeld in de taalkunde, de formele taalkunde. En die taalkunde is vaak eigenlijk exacter dan heel veel, dan een groot aantal beta-wetenschappen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de biologie, dan zie je dat sommige delen van de biologie, in het bijzonder de etologie, eigenlijk veel informeler is dan die formele taalkunde. En dan, als je het allemaal op een lijn zet, dan denk je van verrek, die alfa en beta en trouwens gamma-wetenschappen, dat is een continuum. Dat is helemaal geen scheiding ergens. Dus inderdaad, we proberen allemaal die werkelijkheid te begrijpen. Dat bindt ons. Hè? Die proberen we te beschrijven en te begrijpen. Dat bindt ons echt. Alleen, soms zijn de objecten wat verschillend. Hè? We proberen de producten van de menselijke geest, of de mensen zelf, en de culturen van mensen, of natuurlijk objecten te begrijpen. Meneer Van Vree, zijn veel alfa's het daarmee eens met deze opvatting? Nou, ik zit wel te denken of het... Of er, als je met name in de filosofie bijvoorbeeld, of in de tekstanalyse of de hermeneutiek, de zeg maar de heel strikt hermeneutische delen van de geesteswetenschappen, of die nu inderdaad, of het echt een continuïteit is, of het toch niet een breuk is tussen zeg maar de pure beschouwelijke reflectieve werk wat je in de filosofie aantreft, of in de geschiedwetenschap, of in de kunstgeschiedenis, of in de esthetica. Of dat toch niet wezenlijk, of dat toch wel een heel groot verschil is. Maar die zitten wel aan het uiteinde van het spectrum, laten we het dan zo zeggen. Precies, oké. Okay. Maar, zoals ik al zei, als ik sterrenkundigen wel eens hoor discussiëren over het antropische principe, of het heelal waar wij toevallig in leven, in dat multiversum, zeg maar een bepaald verband heeft met menselijke eigenschappen, dan denk ik van, ik lijk alsof ik in een filosofisch dispuut ben. Veel beta's kijken daar wel een beetje meewarig naar, dat antropische principe hoor trouwens. Dus, maar goed, oké. Okay. Meneer Radder, u zat net ook een beetje nee te schudden toen het Rens Bot. Wat ik zou zeggen, ik ben het wel eens met dat daar een heel scala van benaderingen is en verschillende stijlen en dergelijke. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar mijn punt was dat er toch een substantieel verschil en dat is ook belangrijk. Dat heeft ook, denk ik, ook niet alleen kennisconsequenties. Want kijk, de pointe van mijn voorbeeld was van die psychologie, dat vertrouwen tussen mensen en onderzochten, dat verandert in de loop van de tijd. Dus de kennis die de psycholoog hierop doet, die de menswetenschapper hierop doet, die is contextueel. Dat is geen universele kennis, die is contextueel. Die is afhankelijk van contingente veranderingen in de maatschappij en in de cultuur. Ja, in die zin is de doelstelling wel toch heel anders eigenlijk. Dit komt erbij. Ja. Misschien kunnen we de zaken wat concreter gaan maken en eigenlijk door naar het volgende onderwerp. Ja, precies. We hebben enige oneenigheid, maar we kunnen gewoon mooie voorbeelden bespreken van samenwerking die er is en die misschien wel heel veel oplevert. Er is bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, Paul Dijsselbergen aan de
boekwetenschapper bij de bijzondere collecties. Die heeft een heleboel boeken en die wil je graag categoriseren, omdat hij daar iets over kan leren. En dan plaatst hij een berichtje in Folia. Ik heb informatici nodig. En die komen dan. En die hebben samen een heel leuk project opgezet. En nou, we hebben veel meer informatie uit al die oude boeken weten te halen. Dat dit soort samenwerkingen gebeurt natuurlijk veel vaker. En ik wou eigenlijk als eerste meneer Bot het woord geven om mij twee voorbeelden te noemen van samenwerking tussen alfa's en beta's. Misschien eentje van uzelf en eentje waarin alfa's dominanter zijn en eentje waarin beta's dominanter zijn. Want dat is misschien dat is leuk. Ja, dank je. Nou, inderdaad, mijn eigen vakgebied, en je noemde het eigenlijk al zelf net even, het voorbeeld van Paul Dijsselbergen, de Digital Humanities, daar werken alfa-wetenschappers van alle plumage, of het nou filmwetenschappers, literatuurwetenschappers of historici zijn, samen met informatici en ook met wat je kunt noemen Digital Humanities mensen, om bepaalde problemen op te lossen. En dan zie je gewoon dat ze iets aandragen, dat ze laten zien van dat die alfa-data, om het zo te noemen, die zijn veel complexer dan de informatici ooit hadden gedacht. Hè? Dat zijn vaak hele complexe data die met handschriften zijn gedaan. Hè? Dus niet met mooi getypte lettertjes. Die ook multi-interpretabel zijn. Die allerlei. Die vaak. Een woord als Huygens bijvoorbeeld. Zowel een beroemde natuurkundige als de vader Constantijn Huygens, een grote humanist. Die naam kan bijvoorbeeld op 255 manieren gespeld worden. Nou, dat wil je eigenlijk niet weten. Al die complexe problemen, daar leveren dus die alfa-wetenschappers echt informatie over, die dan weer door beta-wetenschappers gezamenlijk kunnen worden opgelost. Nou, dat is een voorbeeld uit de Digital Humanities. Een voorbeeld uit een hele mooie combinatie tussen kunsthistorici en chemici is natuurlijk het Science for Arts programma. Hè? Dat zou natuurlijk eigenlijk hier door Frank worden verteld. Dus laat ik even van Frank over. Aan jou de eer. Goed zo. Dank je. Ja, Conservation Science is een van de paradepaardjes van Amsterdam. Want dat is een opleiding en een onderzoekscentrum op het gebied van conservering en restauratie. Waar het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam inderdaad samenwerken in de conservering van zeg maar erfgoed, dus schilderijen, maar ook meubels. En dat is een fantastisch domein, want daar zie je dat daar inderdaad de kunsthistorici, maar ook historici en scheikundigen en materiaaldeskundigen inderdaad op een ongelooflijk vruchtbare manier samenwerken, waarbij vragen reizen die voor alle domeinen even interessant zijn. En dan gaat het over zowel zeg maar optische methoden om verschillende lagen in schilderijen bloot te kunnen leggen, maar ook om verouderingsprocessen bij verf en bij hout en bij waar natuurlijk deze objecten ideale proefobjecten zijn. Nou, dat is echt een geweldig domein. En het aardige is dat we in Amsterdam er is geslaagd zijn om die kunsthistorici en die historici en de natuurwetenschappers om die echt samen te laten werken. Ja. En dat is bijna nergens in de wereld gelukt. En ze komen nu uit Amerika van de National Science Foundation kijken hoe wij dat project, hoe wij dit soort projecten voor elkaar krijgen. Ik vraag me wel een beetje af, hoe vaak nemen nou de beta's eigenlijk het initiatief voor dit soort samenwerkingen? Nee, maar dit komt echt van twee kanten. Dit komt zowel uit de beta-hoek, dus van hier van de FNWI, maar ook uit Delft, als uit de alfa-kant. Dus dus als het gaat over bijvoorbeeld computationele materiaalkunde, ja, die kunstobjecten als interessant zijn, omdat ze zich namelijk laten dateren. Ja. Over die schilderijen, dus dat, zo moet je het zien, die schilderijen, historici en kunsthistorici zijn in staat om precies te bepalen alles wat dit schilderij in die 500, 600 of 800 jaar heeft meegemaakt. Dat is gedocumenteerd, kunnen het reconstrueren. Als je daarnaast een analyse kan doen, een materiaaltechnische analyse kunt doen, en je hebt beschikt over al die gegevens, want die heb je namelijk nergens anders van, levert dat dus hele concrete nieuwe kennis op die je niet op een andere manier kan verkrijgen. En dat maakt de combinatie zo bijzonder. Ja, toch vraag ik me een beetje af hoe vaak beta's vanuit een beta-inhoudelijke motivatie willen ze het initiatief nemen voor dit soort samenwerking. Want ik kan bijvoorbeeld, Groene Amsterdammer edities. Er is een tijdje geleden tijdschrift De Groene Amsterdammer. Een hele editie over beta's en een hele editie over alfa's. En over de alfa-editie staat het bomvol met mensen die heel graag willen samenwerken met beta's. En die beta's die hebben het daar nooit over. Dat is dus in dit geval, klopt dat dus helemaal. Integendeel, er zijn gelukkig een heleboel beta's, en waarschijnlijk zitten die ook hier onder het publiek, die juist ontzettend spannend vinden om die grenzen te verkennen tussen taal, muziek, kunst en de natuurwetenschappen. En
inderdaad, dat Science for Art is namelijk in de eerste plaats een beta-domein. Wordt ook gefinancierd vanuit NWO, vanuit de beta's en niet vanuit de alfa's. Dus dat geeft wel aan dat de impulsen ook net zo goed van de andere kant komen. Gelukkig maar. Want dat is precies hoe we dingen kunnen, echt grenzen kunnen verleggen. Nee, maar je hebt wel gelijk dat er een imagoprobleem is, hoor. Dat dus het imagoprobleem dat alsof beta's niet enorm interesse zouden hebben om samen te werken met de alfa's. En het ligt voor een deel ook aan de alfa's zelf, hè. Kijk, de gemiddelde beta weet heel goed wat de beta's wetenschappers al zijn, hè. Een natuurkundige kan ook uitleggen wat ongeveer de evolutietheorie is, hè. Dat kan niet, dat vertrouw ik op. Ik weet niet of hier studenten natuurkunde aanwezig zijn die dat niet kunnen. Dan moeten ze maar de hand opsteken, maar iedereen weet dat een beetje. Maar het is niet zo dat een alfa-wetenschapper zoals een taalkundige kan uitleggen wat de bronkritiek van Ranke inhoudt, of omgekeerd dat een historicus kan vertellen wat de taaltheorie van Chomsky inhoudt. En dat is jammer. Dus daarom is het belangrijk om die alfa-wetenschappen ook eens als geheel te bestuderen. En dat wordt ook steeds meer gedaan. Ja. En ook gezamenlijk te laten zien wat voor inzichten die alfa-wetenschappen hebben opgeleverd, die eigenlijk de beta-wetenschappen hebben beïnvloed. En dat zijn er veel meer, ga ze nou niet allemaal opnoemen, maar onder meer een klein voorbeeldje, inzichten uit de formele taalkunde hebben geleid tot de eerste hogere programmeertalen als Algol. Ja. Inzichten uit de filologie, niet de filosofie in dit geval, de filologie, dat is de traditionele literatuurwetenschappen, hebben, waarbij men probeert een oude bron te reconstrueren, hebben letterlijk de DNA en RNA-analyse beïnvloed. Die dingen zijn allemaal netjes gedocumenteerd in de geschiedenis van de biologie, de geschiedenis van de informatica, maar dat zou wel eens veel meer en trotser mogen worden uitgedragen, ook door alfa-wetenschappers zelf. Wat vindt u daarvan, meneer Radder? Ja, dus ik bekijk het als filosoof. En daar denk ik dat je heel duidelijk voorbeelden van wisselwerking hebt. Dus twee kanten op. De huidige filosofie, en zeker de wetenschapsfilosofie waar ik zelf in zit, die probeert in rekening te brengen de praktijk van de wetenschappen, de praktijk van de, wat ik zeg, van de onderwerpen die ze bestuderen. Dus je moet daarvan weten, wat gebeurt er in die wetenschap? Wat voor soort kennis is er? En daar inderdaad, daar is een wisselwerking met beta-wetenschappers of breder natuurwetenschappers. Mag ik een voorbeeld geven? Er is heel veel nagedacht over waarneming. Filosofen, de Wiener Kreis, Vienna Circle, die zei van alle kennis gaat terug tot de waarneming. Hun punt was dat waarneming is onproblematisch. Dat geeft zekerheid, dat is de basis van kennis. Nou heb je recentelijk en al wat langer, heb je gewoon, dat heet visual science. En deze wetenschappers die laten zien, nou, waarneming is helemaal niet zo onproblematisch. Het oog is een buitengewoon slechte camera. Heeft allemaal nadelen. Ze hebben laten zien bijvoorbeeld dat de hersenen alleen niet voldoende zijn. Dat ook het lichaam en de sensormotorische interactie ontzettend van belang is. En dus filosofen zijn in wisselwerking. Filosofen hebben veel nagedacht over waarneming en nog steeds. Dat is een belangrijk onderwerp. En daarom zijn zij in wisselwerking en leren van deze wetenschappers. Het omgekeerde gebeurt ook. Dat, wat ik zeg, wetenschappers kunnen leren van filosofen. Hier één voorbeeld. Ik heb samen met een collega een artikel geschreven over experimenten in de neurowetenschappen. Over het beroemde experiment van Benjamin Libet. In de jaren 80 claimde Benjamin Libet dat, wat ik zeg, handelingen van mensen die lijken via vrije wil gekozen te zijn, zijn in feite door de hersenen veroorzaakt, door processen in de hersenen. Ja. Wat betekent dit? Hier wordt een notie van veroorzaking of causaliteit gebruikt. Nou, daar hebben filosofen heel veel over nagedacht. Ja. Mijn collega en ik hebben dit in detail geanalyseerd en wat blijkt, ja, die conclusie van Libet en van vele andere hedendaagse Swaap-adepten, wij zijn ons brein, die kan je niet stand houden. Dan moet je, wat ik zeg, die claims van causaliteit die daar gemaakt worden, die kan je filosofisch analyseren en die blijken veel te simpel te zijn. Ja. Dus dat is de invloed de andere kant op. U laat alvast iets horen van waarom beta's alfa's misschien ook heel hard nodig hebben. Daar komen we straks nog een beetje op terug. Ik wou eigenlijk een stelling introduceren om dit blokje nog wat de discussie wat aan te scherpen. Er zijn namelijk ook veel alfa's die misschien van mening zijn dat al die oprukkende beta's een bedreiging voor hen vormen. En de diversiteit in de alfa-wetenschappen. En daarom heb ik de stelling, er is veel prachtige samenwerking tussen alfa's en beta's. Maar als we niet oppassen, worden de beta's te dominant en dan gaat er in de alfa-wetenschap veel verloren. En ik wou als eerste het woord geven aan meneer Radder. Ja, dat is zeker een gevaar. Kijk, dat zou je ook heel kwantitatief kunnen onderzoeken. Bijvoorbeeld in termen van geldstromen. In termen van welke criteria worden aangelegd voor wetenschappelijkheid. Kijk, hier ben ik het helemaal met Rens Bot eens. Nooit in mijn hele leven heb ik
het woord hard science en soft science gebruikt. Maar goed, deze woorden die duiden natuurlijk direct aan, oké, dat is maar soft science. En, jarenlang heb ik colleges wetenschapsfilosofie gegeven aan studenten natuurwetenschappen, wiskunde. En ja, daar was soms ook een kleine fractie die dacht, ach, een pretvak, dat stelt allemaal niks kleine voor, dat fractie. Kunnen wij ook. Dat had ik toch methoden voor om ze dat af te leren. Bijvoorbeeld, de filosofie is tamelijk conceptueel en er zit een enorme precisie in. En ja, dat is een vaardigheid, dat moet je leren. He, dus, en ik denk dat daar ook waardering voor moet zijn. Maar omgekeerd moeten de alfa's natuurlijk ook niet denken, oké, alle beta's, dat zijn techneuten. En, ja. Dus je moet het ook weer niet overdrijven. Maar de stelling was eigenlijk dat er misschien veel verloren kan gaan als de beta-methodiek en manier dominant wordt. Dat in de alfa-wetenschap veel verloren kan gaan. En ziet u dat? Of? Ja, dat is zeker zo. Neem bijvoorbeeld de publicatiecultuur. Maar de alfa's die zijn ook slaafs en dociel. En deels doen ze dat zelf. In mijn eigen faculteit gaan ze een puntensysteem maken. Dat is de VU. Dat is... Ja, maar ook in Maastricht. Een puntensysteem voor de beoordeling van publicaties. Ja. Gevolg van dat systeem is dat je stom bent als je een boek schrijft, hè? Omdat boeken tellen nauwelijks mee. Nee, dat is inderdaad absoluut onverteerbaar. Ja, en de andere kant van de medaille is, ik heb dat onlangs een beetje kwantitatief nagegaan. De grote, zeker filosofen, maar ook sociale wetenschappers, historici en dergelijke, die schrijven nog steeds boeken. En dat is enorm invloedrijk. Meneer Van Vreden, waarom gebeurt dit? Hoe kan dat? Nou, dat is absoluut waar. Nee, kijk, volgens mij, even een vergelijking maken. Kijk. De medische sector in Nederland, die wordt, dat is de enige plek waar specialisten mogen besluiten over hoeveel nieuwe specialisten worden opgeleid. Die verdienen waanzinnige salarissen, echt belachelijk. Ja. Een academisch ziekenhuis verdient hetzelfde als iedereen aan de universiteit. Maar als je naar een particulier ziekenhuis gaat, dan verdienen mensen 4-5 ton, zijn normale salarissen. En waarom? Omdat eigenlijk alle politici bang zijn voor doktoren. Want ze zijn namelijk bang dat op een gegeven moment ze aan het bed staan en dan staat er een specialist en die zegt van, ja, maar u heeft mijn salaris afgenomen. Nou, dat willen ze voorkomen en daarvoor durft niemand die medische sector aan te pakken. Hetzelfde is eigenlijk een beetje in het geval van de alfa's en de beta's, of de beta's. Ja. Ik denk dat er een soort illusie is dat exacte wetenschap, cijferwetenschap, dat betere wetenschap is die dan wetenschap die niet exact is, die niet in formules is uit te drukken. En als we dan kijken naar de drie grote wetenschapsdomeinen, de beta's, de gamma's en de alfa's, dan zijn de beta's hebben die illusie het sterkst. En die illusie is namelijk ook dat als het cijfermatig is, als het hard is, als het onweerlegbaar is, dat het daardoor ook nuttiger is en onbetwister is. En ja, weet je wat die alfa's doen? Dat kunnen we eigenlijk allemaal wel een beetje. Dat gevoel, dat is redelijk wijdverbreid, denk ik. Maar is dat dan riskant voor de alfa's op dit moment? Wat zeg je? Is dat riskant dat de alfa's niet die arrogantie hebben? Dat zijn namelijk de onderliggende motieven waarom gebeurt wat er nu gebeurt. Dat is namelijk dat de overheid denkt dat beta-wetenschap en ook voor een deel gamma-wetenschap per definitie nuttiger is dan alfa-onderzoek. Dus er wordt meer geld in gestopt, topsectoren, economische rentabiliteit. Terwijl ik trouwens, maar dat tussendoor, wel zou willen de stelling zou willen verdedigen dat er binnen het beta- en gamma-domein net zoveel nutteloos, tussen aanhalingstekens nutteloos onderzoek gebeurt als binnen de alfa. Alleen, dat ziet niet iedereen omdat het cijfermatig is. Maar goed, het leidt tot economische topsectoren en het leidt tot een dominante publicatiecultuur. Ik denk dat we over dit onderwerpje in de organisatie komen straks nog een beetje meer te spreken. Maar ik wil eigenlijk meneer Bot nog even het woord geven over de stelling. Namelijk dat er misschien wel veel verloren gaat als je alles computational, alles beta in de alfa's brengt. Voor een deel berust dat natuurlijk wel een misverstand, hè, zoals we al eerder vandaag hebben besproken. Deze stelling gaat uit van een presuppositie dat beta-methodiek echt anders is dan alfa-methodiek. Maar we hebben dus net vastgesteld dat dat helemaal niet zo is. Of in ieder geval niet zo hoeft te zijn. En ik laat dan meestal wat
voorbeelden zien uit de recente historie waarbij dat dan ook niet zo is. Hè? Maar je kunt wel spreken van een groep alfa-wetenschappers die zich echt onder druk voelt gezet. Hè? Alsof interpretatie, en dan kom ik toch weer terug bij wat Frank van Vreen net zei, dat interpretatie minder waardevol zou zijn dan cijfermatig resultaten. En dan, dat is dus niet het geval. En een ander mooi voorbeeld, en dat is een leuk kwantitatief voorbeeld, dat ik zelf heb onderzocht met iemand van het CWTS, Ted van Leeuwen, en iemand in mijn eigen groep, Alessia Tsoukala, is dat om te kijken, als we eens kijken naar een grote hoeveelheid, dan hebben we het over tienduizenden publicaties in Nature and Science, en een hele grote hoeveelheid publicaties, dan vooral boeken in de alfa-wetenschappen. Wie refereren nu vaker naar elkaar? De beta's naar de alfa's of de alfa's naar de beta's? Dat is heel interessant. En dan blijkt het zo te zijn dat in heel veel artikelen, vooral medische artikelen trouwens, maar ook levenswetenschappelijke artikelen, de beta-wetenschappers ontzettend vaak naar ethische werken, naar traditionele filosofen verwijzen. Misschien om een beetje status te geven aan een artikel, dat weet ik niet. Maar dat is vaker, dat is bijna in 5% van de gevallen zo, terwijl omgekeerd veel minder het geval is. Dus je zou bijna kunnen zeggen, de alfa-wetenschappen beïnvloeden de beta-wetenschappen juist veel sterker dan omgekeerd. Leren we daar wat uit, dat die enorme datacollectie? En daar dan, ik geloof dat u daar een beetje kritisch over bent, meneer Radder. Nou, niet, nee hoor. Kijk, het punt is, het is monnikenwerk. Wat is monnikenwerk? Die data allemaal verzamelen en digitaliseren en vooral ook toegankelijk maken. En wat ik zeg, breed toegankelijk maken, want anders dan krijg je allerlei databases die misschien op een bepaalde plek werken en waar men iets mee kan. En in een andere land of in een andere plek helemaal niet. Dus ik ben hier volledig open over, maar wat ik soms vind is dat ik wil graag eens voorbeelden zien van, dat is nou echt interessant. He, dus de data op zich, het woord is natuurlijk al helemaal fout, want data betekent dingen die gegeven zijn. Wat is interessant, hoe bedoel je? Nou, een resultaat van deze, bijvoorbeeld digital humanities. Nou, zal ik je een voorbeeld geven? Ja, daarom. Een voorbeeld uit eigen praktijk, een heel klein, maar het is echt digital humanities. Ja, wacht op een doorbraak. Ja. En elke politiek en maatschappelijk interessant. Ja. Op een gegeven moment, 2 jaar geleden, toen zat ik in de krant te lezen en het was weer de zoveelste verhaal over politieke beschouwingen over de joods-christelijke beschaving die de grondslag zou zijn van onze cultuur enzovoort. Toen dacht ik van, ja, maar waar komt die term eigenlijk vandaan? En toen ben ik gaan zoeken en toen ben ik inderdaad in de datacollectie, of in de krantencollecties, de krantenarchieven gaan zoeken, waar die term eigenlijk vandaan komt. Toen kwam ik erachter dat die term eigenlijk tot 1995 exclusief werd gebruikt voor theologische filosofische vraagstukken. Ja. Niet historisch, niet politiek. En wat zie je dan gebeuren? Dat tussen 1995 en 2010 dat begrip joods-christelijke beschaving van het theologisch-filosofische domein migreert naar het politieke domein. En gaat daar op een gegeven moment een hoofdrol spelen in het huidige hedendaagse politiek debat. En je kunt dus aan de hand van die kranten kan je in 3 dagen doen. Vroeger zou je daar een lifetime onderzoek voor moeten doen. Je kunt laten zien welke momenten, dus onder andere de Europese Unie, het verdrag van Maastricht, 9-11, hoe die een bepaalde term, waarvan wij allemaal het idee hebben dat dat zo vanzelfsprekend altijd in onze politiek discours aanwezig is geweest, dat een uitvinding is van de laatste 15 jaar. Bent u overtuigd, meneer Radder? Nee, zeker. Dus ik sta er open voor. Maar dan zou ik ook graag verklaringen daarvoor willen. Hè? Dus niet alleen dat opgetreden is, maar waarom? En dan kom je toch weer, denk ik, op de meer traditionele alfa-wetenschap uit. Daar ben ik met je eens. Wat is de invloed van 9-11? Maar je ontdekt dus nieuwe patronen. Je ontdekt dus duidelijk nieuwe inzichten. Zeker. Die je niet zonder die digital humanities kunnen doen. Zeker. Je ontdekt echt bijvoorbeeld één inzicht dat ook die hele een hele alfa-wetenschap heeft veranderd, is die computerlinguïstiek, die op een gegeven moment ontdekte in de eind jaren 60 dat een eenvoudige zin van nog geen 10 woorden honderden interpretaties kon hebben, honderden analyses. Zeker. En dat leidde echt tot een schok in die. En dat is interessante informatie. Zeker. Maar het is een methode die tegelijkertijd zo ingrijpend is dat die ook nieuwe vormen van kennis mogelijk maakt. Ja. Maar ik ben het volstrekt met je eens. Uiteindelijk zit er een interpretatie-element. Maar de vraag is of dat ook niet bij de beta zo is. Als je kijkt. Neem het probleem van global warming. Ja. Toch een van de grote issues. Uiteindelijk hoe al die deelonderzoeken die we hebben op dat gebied, hoe die uiteindelijk met elkaar samenhangen. Hoe je ze waardeert, valideert in dat enorme systeem van klimaat in onze wereld. Daar zit ook natuurlijk een heel groot
In de samenhang zit dat interpretatieve natuurlijk net zo goed. Zeker, daar ben ik helemaal mee eens. En het is een kwestie van beoordelingen. Er zijn geen algoritmen om te zeggen, dit is juist. Ja. En er zijn geen algoritmen. Je moet een oordeel vellen hoe belangrijk is bepaalde evidentie bijvoorbeeld. Hoe zwaar telt dat? Ja, maar niet we moeten alles dit blokje bijna afronden, dus ik geef nog even u het woord en dan gaan we naar een vraag. We moeten oppassen, we moeten ervoor waken om niet alles zeg maar, gelijk te stellen aan interpretatie. Het klopt, meestal wil je als je een patroon vindt echt dingen interpreteren. Maar soms, we doen ook aan waarheidsvinding. En dat geldt niet alleen voor de alfa's, maar ook voor de beta's en de gamma's. Soms zijn feiten gewoon zo hard, die hoeven in feite niet meer te worden geïnterpreteerd. Ja, dat klinkt nogal cru. Ik ben dus echt wat dat betreft ook wel een realist in wetenschapsfilosofische zin. Soms zijn er, neem een voorbeeld dat er 6 miljoen Joden zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Ja, daar kun je omheen draaien. Daar zijn ondertussen zoveel feiten over bekend. Ook wel zoveel data die ondertussen ook gedigitaliseerd zijn. Nou, dat soort vragen. Het exacte aantal mensen die dat is vermoord tijdens de val van Srebrenica. Die wil je gewoon weten. En op een gegeven moment kan je dat heel precies vaststellen. Dat is historisch onderzoek waar je niet meer omheen kunt. We hebben een vraag uit de zaal. Dat wil ik even gezegd hebben, ja. Ja, stel je even kort voor en of je alfa of beta bent. En dan wie je vraag gericht is. Ik ben Esther, ik ben een alfa, ik studeer geschiedenis. En ik sprak laatst een student die mij vertelde dat hij vanuit Amsterdam naar Delft was verhuisd. Dus ik zei, oh, Delft, nou dan wilde je vast iets technisch doen wat je niet in Amsterdam kon doen. Nee, zei hij, ik ben filosoof en ik hou me bezig met ethische vraagstukken rondom robottechniek. Toen vond ik het zo zonde dat we in Amsterdam, de Digital Humanities opkomend, we hebben een steeds sterker wordende beta-faculteit en we hebben een hele grote traditie in een hele goede geesteswetenschappenfaculteit. Waarom moet die jongen dan toch naar Delft verhuizen om daar dit te onderzoeken? Dus mijn vraag is eigenlijk, is hier een rol weggelegd voor de UvA en zouden we niet als Universiteit van Amsterdam moeten zeggen, wij zien die hereniging van alfa's en beta's als iets heel belangrijks. Digital Humanities is bij ons heel erg groot en wordt steeds groter. Moeten we hier een zwaartepunt van maken? Ik geef het woord aan meneer Van Vree, denk ik. Ik denk dat jij. Begrijp ik het goed, om van Digital Humanities een zwaartepunt te maken, een UvA zwaartepunt? Dat is wat je vraagt? Of de UvA niet veel meer in moet zetten op de link tussen alfa's en beta's dan ze nu doen? Nou, dat zijn we natuurlijk ook wel aan het doen. Want een van de domeinen waar we mee bezig zijn is samen met de VU en de KNW om een Center for Humanities and Technology op te richten. Wat inderdaad, nou, om even heel, de ambitie is toch om wereldleidend te zijn op het domein van Digital Humanities. En daar zit inderdaad de informatica en de geesteswetenschappen van de verschillende faculteiten en universiteiten. Ze werken daar samen. En dat wordt heel erg spannend. Er zitten ook bedrijven bij, IBM zit erbij. En als het goed is, wordt dat binnen een paar maanden moet dat ze beslag krijgen. En daarmee worden we dan ook wel echt in één klap een van de belangrijkste centra in Europa. Dat is één ding. En wat ik net zei, die conservation science, daar zijn we ook bezig om dat sterker neer te zetten. En ik denk dat het daar niet zo bij zal blijven. Okay. Dus wat mij betreft, er zijn al meer dingen in gang gezet. Hè. We zijn op dit moment bezig een nieuwe minor aan het ontwikkelen. Dat weet Frank ook heel goed. Die juist beta, alfa en gamma bij elkaar brengt. Maar goed, dat is nog niet helemaal rond. Want het gaat juist over zeg maar, wat we noemen het verleden en toekomst van wetenschap. Waarbij dan echt ook vraagstukken, ethische vraagstukken, maar tegelijkertijd ook zeg maar, de op zoek naar de perfecte mens. Hè, dus de DNA en genetische vraagstukken, de digitale mens. Al die dingen bij elkaar komen. Dus dan gaat het niet alleen over Digital Humanities. Het gaat dan echt de integratie van al die kennis. Maar dat is natuurlijk een enorm ambitieus project. Het moet een keer gebeuren, vind ik. En ik hoop ook dat dat een nieuwe toekomst wordt. Dat eigenlijk die eenheid, en daar gaat het vandaag ook over, die hereniging van alfa, beta en natuurlijk ook gamma, dat het echt op een gegeven moment ook in het onderwijs een bepaald beslag kan krijgen. Ja, en misschien nog één ding aan toevoegen. Want een van de domeinen waar de UvA zich natuurlijk heel sterk maakt is brain and cognition. Waar inderdaad wat echt over deze drie domeinen heen gaat. En nou, ik denk dat dat hele goede ontwikkeling zijn. Dat we dat soort. Dit zijn wel allemaal dingen die los nieuw gestart worden. Die los nieuw gestart worden. Het zijn nieuwe studies, het zijn nieuwe programma's. Nou, brain and cognition. Wat je nu ziet, als ik doe natuurkunde zelf. En voor alle andere beta-studies geldt het ook. En ik zou dat aan Hans Schadder willen vragen. Is het dan ook niet goed als je de klassieke natuurkunde-studies, de klassieke scheikunde-studies, moet daar ook niet wat meer gedaan worden om je iets meer op alfa te oriënteren? Ja, dus je hebt de beta-gamma-opleiding. En oké, dat is dan niet beta-alpha, maar het programma van die gamma, daar zit een hele hoop alpha in. En een student die ook iets wilde doen over ethiek en techniek en ethiek en wetenschap, die had heel goed deze opleiding kunnen doen. Dus dat is een bestaande opleiding. En voor zover ik kan zien, ik zit zelf niet aan de UvA, maar is het een redelijk bloeiende opleiding. Misschien zijn
een aantal van jullie student daar. Dus nou, dat bestaat. Nou, wat heel goed aan de VU is, is bijvoorbeeld dat iedereen, ik ben even de term kwijt, iedereen die aan de VU gaat studeren, moet in het eerste of in het tweede jaar een algemeen vak, hè, waarin een groot stuk wetenschapsfilosofie en ook wetenschapsgeschiedenis in zit. Nou, het is gekke, we hebben hier een nieuwe hoogleraar wetenschapsgeschiedenis, Jeroen van Dongen, die kon helaas niet aanwezig zijn, want hij moest nu doseren. Hij verontschuldigde zich, hij had graag hier willen zijn. En Jeroen van Dongen, die doseert dus wetenschapsgeschiedenis, maar het is geen verplicht vak bij mensen die natuurkunde gaan studeren. En dat is dus eigenlijk beter geregeld dan de VU. Dat geef ik jullie... Ik zou er eigenlijk wel een nieuwe stelling in willen gooien misschien. En dat is eigenlijk, dat gaat dus over de opleiding van beta's, maar ook van alfa's. Is het misschien een goed idee om te beginnen bij het bacheloronderwijs, om alfa's en beta's, maar ook gamma's, breder op te leiden en iedereen breed te laten beginnen? Zou de UvA zich daar bijvoorbeeld sterk voor moeten maken? Met één vak lijkt me dat uitstekend idee. Voor een 6 EC-punt vak, fantastisch. Maar ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken. Ja. Zou u verder willen gaan, meneer Radder? Ja, dus er zijn dan twee modellen. Het ene is een beetje de hele brede bachelor, de liberal arts bachelor. Ja, dan ga je totaal iets anders doen dan nu gebeurt in de beta-wetenschappen. Dat is AUC voor zich. Ja, AUC. Ja. Dus ik weet ook niet of ik persoonlijk daar zo voor ben. Ik heb ook al gezegd, ja, je moet ook... De techniek leren en als natuurkundige, als scheikundige enzovoort. Maar inderdaad, dat punt van wat aan de VU heet algemene vorming. Dat bestond dan uit wetenschapsgeschiedenis, wetenschapsfilosofie en ethiek en maatschappelijke vragen. Misschien moet u nog even benadrukken waarom dit belangrijk is. Want ik geloof dat hier aan de FNWI dat niet echt gedeeld wordt, dat standpunt. Nee, mensen willen gewoon een over... Wij vinden alle drie denk ik dat... Eigenlijk alle studenten, zowel van de alfabet als gamma-faculteiten, een soort overzicht moeten krijgen van wat wetenschap eigenlijk is. Mm-hmm. Dat we niet langer horen, en dat heb ik heel vaak gehoord, zelfs nog van Sander Bijs, een paar maanden geleden, in discussie met hem, ik weet niet of Sander hier is, hè, prachtige docent, die zei, nou, wij beta-wetenschappers doen ook heel veel aan alfa. We gaan regelmatig naar theater, we gaan naar de film. Dus ik lag dubbel. Ik dacht van, ja, ik wandel ook wel eens in een bos, zei ik toen. Ja. Daar gaat het niet om. Dus zelfs hoogleraren, beta-wetenschappen, hebben geen idee wat alfa-wetenschap is. Nou, dat, dan sla ik even met de vuist op tafel, moet in één keer van nu af aan veranderd worden. En zo'n 6 EC-puntsvak, wat voor alle studenten zou moeten worden gevolgd, kan daar echt verandering in brengen. Het is daar een beetje animo voor? Hier mag ik een pijlen. Zijn mensen die dat graag willen of zijn mensen die tegen zijn? De mensen die voor zijn, even de handen opsteken. Nou, dat is wel een mooi geselecteerd publiek hier, zeg. Fijn. Nee, gaan we introduceren. We hebben een vraag. Meteen, Ja. Hier moet ik toch even ingrijpen. Gekker moet het niet worden. Wij hebben gewoon voor alle opleidingen in de bachelor verplichte vakken reflectie. Alleen voor de natuurkundigen, en dat is jullie onkunde, alleen voor de natuurkundigen is het geen verplicht vak. Dan moet je mijn opleidingsdirecteur zijn. Ja. Nee. Dit mag je gewoon weten. Dat het voor alle andere bacheloropleidingen gewoon een verplicht vak is. Reflectie op de wiskunde. Reflectie op digitale cultuur. Wij doen dat gewoon hier als onderdeel van de gewone bacheloropleidingen. Voor een aantal masteropleidingen is daar ook gewoon een verplicht vak. Ofwel geschiedenis, ofwel filosofie. En er zijn altijd keuzevakken. Dat kan altijd. Maar die menging van alfa en beta... Dat is er gewoon. Okay. Hoeveel studiepunten is het? Zes. Ja, dus aan de VU heet dat de academische kern, die is 18 punten. Wow. Ja, ja, ja. En dan is het inderdaad altijd het dilemma, is daar ruimte voor? Ja. Ja, maar voor 6 EC moet ruimte zijn. Baas boven baas. En onze stelling was dat er een overzicht aan wordt gegeven van alle wetenschappen. Dus niet alleen beta, voor de beta's of alfa voor de alfa's, maar even een overzicht van waar alles even bij elkaar komt. Echt het idee van de universiteit. En dat idee is gewoon helaas aan het verdwijnen de afgelopen 40 jaar. En dat moeten we terughalen. Nou, dat veel te leuk. Veel te leuk. Ja, heeft u uw vraag beantwoord? Ik ben het met dat verdwijnen niet eens. Wij onderhouden dat. En daar is conjunctuur in. Soms is het wat groter en de andere keer wat kleiner. Maar het is er gewoon. Misschien moet u even toelichten wat uw positie is. Sorry. In mijn opwinding heb ik niet mijn naam genoemd. Ik ben Gerard Alwers. Ik geef een aantal van die vakken. Zeker. Dank u wel. Maar het interessante punt is waarom. Ja. Waarom is dit nodig? En als je gaat zien naar de ontwikkelingen van de wetenschappen, zeg vanaf 1970, 1980, dan zie je dat die enorm veranderd zijn. Soms wordt het aangeduid met mode 1, mode 2, of met disciplinair, transdisciplinair. Dat betekent, was vroeger ook al zo, maar de meeste van jullie die gaan niet heel specialistische, fundamentele wetenschap, komen niet in een baan terecht. In aanmerking voor een Nobelprijs. Nee, de meeste van jullie die komen in een breed veld terecht van... heeft natuurlijk met je opleiding te maken... maar heeft ook met beleid te maken, met cultuur enzovoort. En
De opleiding zou dit element moeten hebben om daarop voor te bereiden. Maar dat is, ik vind dat niet het enige argument. Er is nog een minstens zo belangrijk argument. Dat is als we gewoon kijken naar ook juist de mensen die in de wetenschap verder gaan. Mensen die in de wetenschappen heel ver komen, zijn vaak mensen die verder hebben gekeken dan alleen maar hun eigen domein. Ja. Ik ken in ieder geval bijna alle mensen die ik ken die echt in de wetenschap verder zijn gegaan en die tot vernieuwingen komen, zijn juist niet de mensen die alleen maar doen wat ze binnen hun specifieke branche nodig hebben, maar die juist zich verbreed hebben, die filosofie erbij hebben gedaan, een aantal modulen, die een andere studie hebben gedaan. Sterker nog, ik weet in ieder geval van een aantal domeinen van de wetenschap waar de grote doorbraken bereikt zijn van mensen die migreerden van het ene wetenschapsdomein naar het andere, omdat ze inderdaad een hele andere kijk met zich meebrachten. Kortom, er is eigenlijk geen enkel valide argument om te zeggen, wij hebben 240 of 300 EC te verdelen aan een opleiding om te zeggen, we moeten dat helemaal disciplinair vullen. Er zijn meer argumenten te verzinnen om te zeggen, maak 18 of 12 EC vrij voor reflectie, voor verbreding, voor verdieping, dan te zeggen, zet alles in. Nog maatschappelijk, nog voor de wetenschappelijke vorming van je studenten, is dat vol te houden. Zou je dat ook verplicht willen maken? Ik kan me voorstellen dat sommigen natuurkundigen gewoon een sommetje willen doen. Ik denk dat reflectie en ethiek over de aard van de kennis die je zelf verzamelt, hoe breed je dat maakt, daar kun je vervolgens nog over discussiëren. Maar dat je echt een substantieel deel van je onderwijs besteedt aan metavragen, is denk ik echt gewoon goed voor de student, is goed voor de universiteit, is goed voor de samenleving. Zeker. En dan niet alleen metavragen, maar ook een stuk overzicht van wat zijn al die wetenschappen. Nou, maar dat komt dan op hetzelfde neer. Ja. Nee, maar volgens mij moeten we dat gewoon gaan regelen. We gaan dat meteen indienen, dat voorstel. Meneer Bot, we hadden een voorgesprek met u en u wilde eigenlijk zelfs nog wel een stap verder gaan. Ik hoorde dat u net ook overzichtig over beginnen. Maar misschien moeten die faculteiten van geesteswetenschappen en natuurwetenschappen nog wel veel intensiever samen. Ja, dat is natuurlijk inderdaad, daar zou ik zelf heel erg voor zijn. En alleen zien we wel al een aantal hobbels op de weg. Hè. Dat hebben we ook gezien bij de poging tot fusie tussen de beta-faculteiten van UvA en VU. Ja. Maar even los van de praktische bezwaren. Misschien dat het makkelijker is om binnen één universiteit twee faculteiten te fuseren dan tussen twee verschillende universiteiten. Dat klinkt natuurlijk heel extreem. Hè. Waarom zou je twee faculteiten willen fuseren? En ik kan me voorstellen dat Frank van Vree daar natuurlijk mordicus tegen zou zijn. Maar als we kijken naar een grote succesvolle universiteit als University of Stanford en Harvard, dan zien we daar Faculty of Arts and Sciences. En dan denk je, waarom zou je nou een Faculty of Arts and Sciences willen hebben? Want dan heb je toch alles? Nee, dat is niet waar. Want je hebt ook Faculty of Medicine. Je hebt ook Faculty of Engineering. Faculty of Law. En dat zijn echte andere faculteiten. Die hebben vaak echte heel andere problemen. Zeker als je denkt aan Medicine en zo. En trouwens ook Engineering. Maar de faculteiten Arts and Sciences, wat dan staat voor Alpha en Beta, die zoeken juist naar hele concrete vragen. En ook naar concrete oplossingen van hoe dateren we een gebeurtenis? Hoe kunnen we vaststellen wanneer een bepaald hemellichaam op een bepaalde positie zich bevindt? Dat soort vragen, die zijn eigenlijk wat we noemen wetenschappelijk van aard. Die zijn echt anders dan engineering. Dus wat dat betreft is er heel veel reden om Alpha en Beta tot een grote faculteit te brengen. En dat zou heel veel van dit soort samenwerkingen, waar we nu steeds over hadden, veel makkelijk maken. Want ik zit zelf in een prachtig interfacultair instituut. In het Instituut voor Logic, Language en Computation. Ik zie ook wat mensen daarvan aanwezig. Is aanwezig, ja. Dat zich in twee faculteiten bevindt. En ik realiseer me hoe lastig het soms is om met beide verschillende regeltjes bezig te houden. En zo gauw faculteiten samengaan, dat hebben we ook bij de geschiedenis van de faculteit van Science, van de FMI gezien. Zo gauw verschillende faculteiten samengaan, dan worden een aantal dingen veel makkelijker. Dus inderdaad, er valt veel voor te zeggen. Wat zou dan de reden zijn om niet ook de gamma's erbij te betrekken? Bijvoorbeeld, waar houdt het op? Wat is precies het onderscheid? Nou, ik moet ook zeggen dat die grote faculteiten of Arts and Sciences, die bestaan dus ook uit, zeg maar, Humanities, Social Sciences en Natural Sciences. Dat zijn dan drie departementen, maar ze hebben dezelfde structuur. En dat is van belang. En dat is echt wat anders dan de Faculty of Medicine, dat toch meer een beroepsopleiding is. Dus ja, zodoende. Maar dat gaat vrij ver. We hebben een vraag, geloof ik. Dus, ik heb eigenlijk eerder een stelling, omdat ik het heel erg oneens ben met dit 18 EC bijzakenvak. Ik heb gewoon natuurkunde en wiskunde gedaan en ik kan me eigenlijk geen 3-6 puntsvakken voorstellen die ik had willen missen om me met een soort algemene ontwikkeling bezig te houden. Er is algemene ontwikkeling nodig, dat ben ik met u eens. Maar ik wil ook geen vak klassieke componisten 1 die je dan maar moet kennen. Ik snap niet zo goed waarom u denkt dat er nu bij de beta-wetenschappen gewoon
toch nog heel veel loze ruimte is. Want in mijn ogen is hij er niet en helemaal geen 18 ECTS. Ja, ja, ja. We beginnen met 6 ECT hoor, maar dus dat moet volgens mij mogelijk zijn. Het kan niet zo zijn dat het niet mogelijk is en dat geldt niet alleen voor de beta's, maar het moet ook bij door de alfa's worden gedaan. Maar sorry, jij wilde ook... Ja. Nou, ik wil even mijn radde vragen, want u zei eerder ook al, het is wel natuurlijk een kwestie. Beta's hebben gewoon ontzettend veel ambachtelijk formule, wiskundewerk dat ze moeten leren. En is daar wel ruimte voor? Ja, natuurlijk. Kijk, het is heel duidelijk hoe dit historisch ontstaan is. Ik heb natuurkunde gestudeerd. Dat was een curriculum van 6 jaar. Ik heb een bijvak wetenschapsfilosofie gedaan. Ik heb een bijvak Italiaans gedaan. Dat kon allemaal. Toen werd het gereduceerd tot 5 jaar en sommige studies tot 4 jaar. En wat toen gekapt is, zijn allerlei mogelijke bijvakken. En ik denk inderdaad, dat heeft misschien voor u zelf geen nadelen. Dus ik ben het er niet mee eens dat misschien iedereen dat voor iedereen voordeel heeft. Maar de argumenten die hier genoemd zijn, dat zijn wat algemenere argumenten. Die gelden voor de opzet van het hele curriculum en de ontwikkelingen in de maatschappij en rond de wetenschap. En om die redenen, maar ook ben ik het eens met Frank van Vree trouwens, ook voor de wetenschappers zelf. Ja. He, dat zijn feiten dat je ziet dat die mensen die gewend zijn om ook eens het even van een andere kant te bekijken, die zijn bijvoorbeeld in staat, als er ineens een heel nieuwe ontwikkeling ontstaat, nanotechnologie of noem maar iets, om daarmee mee te gaan en om daar dan een nieuwe niche te vinden. Ja. Ik geef je nog eenmaal kort het woord. Ja, ik vind het argument, er zijn mensen die breed opgeleid zijn, succesvol geworden, vind ik geen argument om iedereen dan maar breed op te leiden. Als ik breed opgeleid wil worden, ik dat. Nee, maar nu heb je het over breed opleiden. We hebben het over dat in iedere opleiding een verbredend element of een reflectief element. Opleiden. En als je zegt van ik zou niet weten waar het vanaf moet, maar dat is natuurlijk, dat is flauwekul natuurlijk, want je kunt in andere landen leiden ze anders op met andere pakketten. En zijn dat dan mindere natuurwetenschappers of meer? Kortom, er zit altijd een arbitrair element in wat je in je programma stopt en wat je niet stopt. Je kunt in principe, kun je ook een programma van 6 jaar maken of van 7 jaar. En dan zal iedereen zeggen van wat er in die 7 jaar zit is strikt noodzakelijk. Kortom, dit is gewoon een kwestie van keuzes maken. En ik denk dat een programma, geen enkel programma, fundamenteel te lijden heeft als je 6 of 12 punten anders besteedt als je 5 jaar te doen hebt. We zijn, maar het mag zo lijken als je het doet dat het wel zo is. Maar dat is een van de redenen om een metastandpunt in te nemen. Okay. Dank voor de vraag uit het publiek, heel interessant. We zijn er bijna, maar voordat we afsluiten zou ik eigenlijk nog wel graag met jullie drie heren vooruit willen kijken. En de vraag willen stellen, en misschien kunnen jullie daar allemaal iets over zeggen, wat we de komende jaren verwachten van de alfa-beta-samenwerking. Omdat als ik het zo heb gehoord, het wordt steeds meer, er zit toekomst in, er zijn resultaten geboekt. Wat staat er zo op de rol? En dan zou ik graag willen beginnen met u, meneer Van Vree. Nou ja, ik denk dat, ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om te voorspellen wat er gebeurt. Maar ik denk dat een aantal van de ontwikkelingen die we hier eigenlijk al hebben genoemd en die hebben aangestipt, dat die eigenlijk sterker zullen worden. En dat die de komende jaren ook verder zullen uitgewerkt zullen worden. En dat zie je ook. Dat zie je ook gebeuren. Er wordt extra in geïnvesteerd, in mensen, in programma's. Dus ik denk dat de positieve vormen van samenwerking eerder uitgebreid zullen worden dan dat ze gevaar lopen. Daar ben ik eigenlijk vrij zeker van. Meneer Bot? Ja, nou, ik denk eigenlijk dat er 3 grote veranderingen op het spel zullen staan. Dus enerzijds kun je die aanduiden met hybridisering. Dus qua methodologie vind je steeds meer hybride combinaties, tref je aan. Hè? Dus natuurkundigen die gebruik maken van inzichten en ook biologen, zelfs psychobiologen die inzichten gebruiken uit de taalkunde, formele taalkunde. Maar ook omgekeerd, heel veel alfa-wetenschappers, we hebben het al genoemd, die inzichten gebruiken uit de chemie, bij de analyse van schilderijen. Dus al die combinatie van methoden, de forensische wetenschap is een heel typisch voorbeeld daarvan, dat is gaande. Er is gaande van een verdere digitalisering, dus dat is punt 2. Alles gaat ondertussen aan de hand van big data, dat zie je bij zulke grote sterrenkundige projecten als DOME, waarbij je terabytes aan digitale data hebt van radiotelescopische analyses, maar ook historische data die wordt gedigitaliseerd. En als laatste heb je toch, en die is al echt gaande geweest, de cognitivistische revolutie. Ja. Dat die overschrijdt echt alle vakgebieden. Ook Frank heeft het al meerdere keren gezegd, die cognitieve revolutie die houdt zich ook met alles bezig. Hè? De cognitieve manier van redeneren in de beta-wetenschappen, het gebruik van taal enzovoort. Dus hybridisering, digitalisering en cognitieve revolutie, dat zijn volgens mij de 3
grote tradities die eigenlijk nu aan het gaan. Ja. Of revoluties zou ik ook willen zeggen, die nu gaande zijn. Ja. Staat u er ook zo positief in, tot slot, meneer Radder? Nou, eigenlijk niet. Wat ik zeg, ik kan niet noemen wat ik vrees dat gebeurt, maar hoop dat niet gebeurt. En dat is wat specifieker en dat heeft te maken met de notie van kennisbenutting. Op dit moment is het ongelooflijk belangrijk en een enorme druk op mensen aan de universiteit, op onderzoekers, kennisbenutting. Maar wat je hier ziet is dat de notie van kennisbenutting die gebruikt wordt door de KNAW, door NWO, dus door machtige wetenschapsorganisaties, die is heel sterk toegespitst op de levenswetenschappen en op de natuurwetenschappen. Het paradigma is dit: een bepaalde ziekte genezen of verbeteren voor een specifieke doelgroep. Oké, dat is prima. Wie is daar tegen? Niemand. Maar de alfa-wetenschappen, gedeeltelijk kunnen die dit ook doen, maar een behoorlijk deel van de maatschappelijk belang van de alfa-wetenschappen, dat ligt heel anders. Dat ligt bijvoorbeeld in de vraag van, ik heb hier die groene vormen van José van Dijk. What makes us human? Als je daar onderzoek, dat gaat over hele algemene vragen over onze manier van leven, onze manier van samenleven. Daar is geen doelgroep. Dat is heel problematisch, dus in het nieuwe protocol voor de beoordeling van onderzoek wordt een hele nauwe omschrijving van maatschappelijke relevantie. Je moet een doelgroep noemen en een specifiek probleem. Oké, tot slot geef ik dan als allerlaatste het woord om hier nog even te reageren en op af te sluiten aan meneer Van Vrij. Ja, ik wilde daar op het allerlaatste reageren. Er gloort wel een beetje hoop aan de horizon. Want een van de grote discussies die je nu al ziet in, ook onder andere als gevolg van Science and Transition en andere groepen, is dat er wel degelijk voor het eerst weer ruimte komt voor het meten van onderzoeksoutput, onderzoeksresultaten, niet in citatieindexen, niet in, maar inderdaad dat boeken weer gaan tellen, dat bijdragen aan tentoonstellingen. In ieder geval in het nieuwe instellingsplan van de UvA, wat ze nu aan het schrijven zijn, staat expliciet dat het ook gaat dat iedere domein zelf kan vaststellen wat zij waardevol vindt, waar ze op afgerekend wil worden. Nou, dat lijkt me een enorme stap voorwaarts bij wat er de laatste 3, 4, 5 jaar is gebeurd. Zeker. Alles eenzijdig, science-oriented manier van afrekenen. Nu ontstaat er, dankzij inderdaad die beweging, ontstaat er ruimte voor andere vormen van inderdaad wat wij zien als waardevol onderzoek, als waardevolle wetenschap. En daar zullen we ons heel hard voor moeten maken. Goed. Dat is de enige manier om inderdaad ook de filosofie en de ethiek en dat soort domeinen veilig te stellen voor de toekomst. We sluiten zeer hoopvol af voor de Alfa's. Dank u wel, meneer Van Vree. Ik wil alle gasten bedanken. Hans Radder, Rens Bot, Frank van Vee. Een hartelijk applaus voor deze gasten. Ja, jullie ook. Dit was de laatste Beta Break van dit jaar. In september zijn we er weer met een editie over het weer. En daar hoort u vast en zeker nog meer van. Ik wens jullie eerst alvast een hele mooie zomer. Tot volgend jaar.